De artsen kunnen me ook niet garanderen dat ik nog dezelfde ben na die operatie. De kans op complicaties of zelfs overlijden is gewoon heel erg groot. En ik wil niet dat mijn kinderen nog jarenlang naast mijn bed moeten zitten omdat ik in coma ben geraakt. Ja, nou ja, daar kan je keuzes in maken. Maar je moet ze toch op zijn minst vertellen welk risico jij loopt. Ik bespaar ze gewoon een hele zorg. Volgens mij ben jij jezelf aan het sparen. Omdat je niet wil dat ze je overhalen tot iets waar je heel erg bang voor bent. Ik wil het gewoon niet. Dat je Shanti nu een paar maanden kent, dat weegt niet mee in je beslissing.